Hey, hey, wat Gucci! Hey, wat Gucci te spannen! Steven Vechten en vandaag ben ik met de enige echte. Ilse Kramer. Oké, okay, kom op deze video. De 1500 likes halen in 24 uur. Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga ik naakt niggeren. Oké, deal. Oké. Ik krijg de laatste tijd alleen maar DM's over relatieproblemen of andere problemen. Dus ik dacht, het is panda, dus waarom gaan we hun geen tips geven? Want mijn tips zijn gewoon de beste sowieso van de hele wereld, toch? Ja, sowieso. Nou, we gaan lekker tips geven. Daarom gaan we tips geven, maar voordat we beginnen... You got a friend in me. You got a friend in me. Oké, wil je ook de comment van de week worden? Laat dan iets liefs achter, want de mensen die iets liefs achterlaten, die worden beloond. Met de comment van de week. Ja, laat het liefst achter. En nu gaan we beginnen met jullie relatieproblemen. Wij gaan jullie tips geven. Oké, de allereerste is, wat mogen meisjes vooral niet mogen doen op hun eerste date? PS, love you. As a leaf. Nou, wat ik vind dat een meisje niet mag doen op haar eerste date, helemaal smoren. Dat ze te veel drank opneemt, echt te veel. Of dat ze, hoe heet dat, gaat schelden ofzo. En zo denk ik van met eten bijvoorbeeld ook, als je uit eten gaat, dat ze dan een kutsalade bestelt ofzo. Of dat ze... Nee, je moet wel pizza of zo mee eten. Ja, je moet gezellig doen. Je moet niet en dan moet je ook niet met bestek gaan eten ofzo. Gewoon met je handen, gewoon... Nee, maar wat is, je moet niet moeilijk gaan doen over eten ofzo, want dat is heel irritant. Waarom zeggen jongens dat ze je leuk vinden en dan gaan ze met iemand anders ervan door? Ja, nou, waarom doen jullie dat, hè? Ja, dan vinden wij diegene dus niet blijkbaar leuk. Niet leuk, leuk genoeg. Of het is op dat moment dat je dan wel iets hebt met diegene, een soort van flow, toch? Dat je een soort van flow hebt met diegene, maar dat het dan niet doorgepakt wordt. Nou, dan ga je weer verder, ja. Maar zij, of zij neemt niet genoeg initiatief, of hij denkt van nee, ze net niet, maar heeft het wel gezegd. Ja, want ik denk dat, maar bij meiden denk ik het ook van ja, het moet echt vanuit de jongen komen en op een gegeven moment komt het niet meer vanuit de jongen. Nou, nee. Dan denkt hij ook van oké, nou ja, weet je, prima, zij laat ook niet meer van zich horen en dan ga je gewoon door. Alleen die meid, die zit dan nog zelf zo van, die chick zit dan van oh ja, maar... Waar zijn jullie onzeker over? Ik denk wel gewoon zelf een beetje als meiden, gewoon lichaam. Ik denk iedereen, ook al hoe knap je bent, heeft altijd wel iets dat ze denken van, je bent niet wel echt lekker. Hetzelfde dingen van, zoals je eerste keer gaat zoenen of zo, dat ze denken van, oh, doe ik het wel goed of zo. Ja. Weet je, allemaal van die dingen. Ja, waarom zijn jullie altijd zo fantastisch, hè? Natuurlijk, als je het leuk vindt en iemand zegt wat, dat je ga je even... Zoiets doen of zo. Dan ga je zo. Maar weet je, als iedereen ook wat op heeft of zo en je bent gewoon helemaal steerend, dan... En dan is het ook gewoon dat de jongens altijd zo denken van nou weet je, ik ga gewoon en die denken er niet meer bij na. Dan is de rem een beetje een soort van verlengd. Ja, en vooral met drank op. Daarom dus. En daar zijn ze meer. Want als je gewoon in de trein staat, wat dan ook, dan zitten mensen ook niet in één keer zo aaien of zo, weet je wel. En natuurlijk kan het, omdat je kijkt even hoe meiden soms ook gekleed gaan, dus ze vragen er soms ook wel om, dan moet ik toegeven. Wat vinden jongens van make-up en wat? En wat voor kledingstijl vinden ze mooi bij meisjes? Ik denk als make-up dat een meisje niet te veel op heeft. Een jongen vindt het niet chill om echt te kunnen zien dat ze echt 10 liter make-up op heeft. Kijk, haar wimpers of zo, dat is niet erg. Maar als een jongen ziet van, oh, ze heeft zoveel op. Ik gebruik ook gewoon make-up. Iedereen gebruikt make-up. Je doet wel foundation op, je doet je wenkbrauwen wat. En sowieso mascara heb ik ook altijd. Maar het is gewoon zo, je moet zorgen dat het, als je het eraf haalt, dat je gewoon nog steeds een beetje zo eruit ziet of zo. Ik weet niet, het is heel raar om uit te leggen. Ai, en kledingstijl. Ik vind, maar wat ik echt mooi vind bij een meisje, en ik kan misschien verkeerd klinken of zo, maar ik vind, hoe heet zo'n? Zo'n zomerrokje toch? Ja. Die staat gewoon iedereen. Een zomerrokje is gewoon iets dat je denkt. Ja, aangekomen. Bel de YouTuber. De vraag van de YouTuber. Dat je wordt uitgekozen. Hoe vind je dat? Ja, ik vind dat wel. Niemand boeit wat jou ervan vindt. Ik bel nu met hier is William. Oké, William, de vraag is: wat vind jij lekkerder? Een vrouw die heeft kleine borsten, maar ze zijn echt. Of een vrouw die heeft grote borsten, maar ze zijn nep. Oeh. Ja, dat is lastig. Weet je wat? Ik kan sowieso geen vrouw hebben die echt niet heeft. Ja, ik blijf toch gewoon man, dus ik zou toch wel voor de grote borsten gaan. Ik ga... Wat vind jij nu dan, David? Ik denk wel die echte man. Ja, wat dan? Ja, ik weet niet. Ik hou niet echt van plastic of zo om erin te knijpen. Plastic.
Wat Gucci, vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor deze van like en abonneer. Voor de rest heb ik nog iets heel leuks. Heb jij een probleem of iets? DM die even naar me toe. Mijn Insta is steven.vechter_official. Voor de rest zie ik jou met je leuke kopje weer zondag om 11:30 met een nieuwe video.